voorbladen van campingtafels, campingkasten en campingkeukens zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Maar welk materiaal past het beste bij jouw wensen? In deze video laat ik de drie meest voorkomende materialen zien: aluminium, MDF en bamboe. Laten we beginnen met aluminium. Aluminium is erg populair onder de campingmeubels en dat is niet voor niks. Het is namelijk licht van gewicht en hierdoor makkelijk om mee te nemen. Bovendien is het materiaal stevig en eenvoudig schoon te maken. Daarnaast is aluminium vocht- en hittebestendig. Hou er wel rekening mee dat het materiaal warm kan aanvoelen bij direct zonlicht. Ben je op zoek naar een campingtafel, kast of keuken die je voornamelijk in bijvoorbeeld je tent of caravan gaat gebruiken? Dan kan een meubel met een blad van MDF iets voor jou zijn. MDF is gemaakt van samengeperste houtvezels en hars. MDF is licht van gewicht en meer geschikt als meubel dat je in je voortent laat staan. MDF is namelijk niet hitte- en vochtbestendig. Wanneer het nat wordt, kunnen er bobbels in het blad komen. Let wel goed op, het verschil tussen MDF en aluminium is niet altijd goed te zien. Een voordeel van MDF is dat het relatief goedkoper is dan aluminium of bamboe. Wil je een duurzaam blad dat er ook nog eens leuk uitziet? Dan is een blad van bamboe een goede keuze. Bamboe behoort tot de grassoorten en hierdoor kan het dus variëren in kleur en textuur. Een blad van bamboe is net zoals MDF niet hittebestendig. Je kunt er wel een kooktoestel op gebruiken, maar alleen wanneer de onderkant niet warm wordt. Bamboe is duurzaam, makkelijk schoon te maken en vochtbestendig. Hierdoor is het erg geschikt als materiaal voor kampeermeubelen. Daarnaast ziet bamboe er ook nog eens extra leuk en sfeervol uit. Belangrijk bij het aanschaffen van een campingmeubel is dat je goed nadenkt over het materiaal van het blad. Kom je er nog niet helemaal uit of heb je nog andere vragen over campingmeubels? Kom dan langs in onze winkel of bezoek onze website obeling.nl. Wil je nog meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.